Emmen zag de concurrenten Jong Ajax, Jong PSV en FC Volendam allemaal punten morsen voor het weekend. Alleen FC Dordrecht bleef ook in de vierde wedstrijd foutloos. En daar wil Emmen zich graag bijvoegen bij Dordrecht aan kop van de derde periode. Zarbaf die legt hem zo klaar. Nou, een cadeautje van de vereniging van Go Ahead Eagles. Maar het wordt niet uitgepakt door Peters. Redding van Stevens. Wat een droomstart geweest voor Emmen. De ploeg die dus zo goed in vorm is. Opdam. Hendricks loopt slim weg. Van dit soort kansjes weet hij soms wel gebruik te maken. Goede redding Telgekamp. Voorkomt nummer 17 van Sam Hendricks. En dan gelijk weer de kans voor Emmen. Wat gaat het snel heen en weer. Hier is Banning. Banning op weg naar Stevens en Banning met de 0-1. 15 seconden nadat Go Ahead Eagles denkt op voorsprong te kunnen komen, ligt hij daar aan de andere kant in. En er gaat weer een foutje aan vooraf. Ja, niet van Hendricks. Die kon hier niet zoveel aan doen. Maar Buwalda legt hem zo klaar voor Peters. Die geeft hem lekker mee aan Banning. De rode loper uitgerold. Slechts één iemand nog te verschalken, dat is de doelman. En Banning doet het uitstekend. De voorsprong voor Emmen. Klok. Peters, Loen, dit is fraai gecombineerd, zeg. Peters kiest geen hoeken, daarop kan Stevens redding brengen. Emmen speelt uitstekend in het eerste half uur. Hier is hij weer, Peters. Als aanspelpunt kan diep gaan. Goeie spits. Anko Jansen. Buitenom komt Klok, maar die wordt niet aan het werk gezet. Jansen probeert het zelf. Andrade. Voor het eerst in de basis sinds zijn winterse overkomst. Andrade. Nou, daar schalk je Telgekamp niet mee. Emmen heeft het aardig voor elkaar in de eerste helft. En dus wisselt Jan van Sta. Overgoor komt erin voor Nemane. Vooralsnog moet Go Ahead Eagles in de achteruit. Klok met heel veel ruimte. Heeft hij ook een goede voorzet in huis? Ben Moussa, wat staat hij weer vrij, zeg. Ja, Go Ahead Eagles heeft de hele verdediging gerenoveerd in de winter. Maar er is nog wel wat stukwerk nodig. Het is een wonder dat het nog 0-1 staat. Zoveel kansen dat Emmen krijgt. Loen. Daar komen ze weer. Loen. Jansen. Oh, lekker meegenomen, zeg. Ja, Buwal, daar zit er nog tussen. Keer op keer mooie aanvallen van Emmen. Ja, Lukien kan rustig achteroverleunen. Die corner nog van Jansen. Draait lekker in en nog tegen de paal. Slim gedaan van Jansen. Eagles ontsnapt. Hendricks. Oh, met één paas vier man gepasseerd. Deze bal op Andrade ook goed. Andrade Telgekamp. Grootste kans voor de thuisploeg. En Andrade kan zijn eerste plek in de basis niet opluisteren met een treffer. Dus zo waren een keer wat actie voor het doel van Emmen. Hendricks. Hendricks met horten en stoten. Beltrame raakt hem niet lekker. Maar Go Ahead Eagles komt er een beetje in. Mag ook wel natuurlijk. Zo'n grote ploeg die het zo slecht doet. Zo weer klaargelegd door Ketting, zeg. Wat geeft Go Ahead Eagles veel presentjes. Jansen en Stevens. Ja, die houdt zijn ploeg op de been. Johnny Stevens. Deed je ook al in de heenwedstrijd. Van Staaf vraagt zich af wat zijn vereniging allemaal aan het doen is. Nou, niet zo goed verdedigen tot nu toe. Overtreding van Bijlen. Die heeft al geel. En dus is dit zijn tweede geel van Kamphuis. En dus kan Bijl vertrekken. Natuurlijk is dit geel. En Emmen moet het nog 8 minuten volhouden met een mannetje minder. Bilate. Ja, Eagles jaagt, dus is er ruimte. Die invaller bij de tweede paal wacht Peters. Peters, oh, neem hem dan ineens. Kan nog wel altijd. Peters, Stevens en deze gaat er niet in. Zo blijft het 0-1. Maar wint Emmen wel voor de 4e keer op rij. Blijft het aan de leiding staan van de derde periode. En in deze diepe zakken van de jas van Jan van Staaf verdwijnen weer geen punten.